gaat dit, top. Dit belooft wat te worden. Ja. Veilige seks. Geen SOA. Geen babytje. Geen kinderen, geen babytje. Gewoon... Veilige seks. Een beschermde banaan. En onthoud, een condoom is goedkoper dan een kind. X is next. Voor en door de next generation. Dus luister mee. We hebben wat te vertellen. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast X is Next. Ik ben Emily van den Braak en ik ben hier samen met... Bailey Coat. En... Maarten Noordzij. En vandaag gaan we het hebben over seksualiteit en relaties. Spannend. Dus hoe gaat het met jullie? Ja, gaat met mij wel goed. Beetje gespannen, maar verder, ja. Lekker. Ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje gezonde spanning hebben. Ja. Ja, ik zit ook wel aan de spanning. Ja, ja, zweethandjes had je, hè? Zweethandjes, klam. Dus Bailey, hoe gaat het met jouw liefdesleven? Nou, op dit moment vrij rustig wel, maar wel gewoon prima. En met die van jou? Goed. Ja, gaat erg goed. Mijn liefdesleven, ja. Oh, ja, ik heb een vriendin, bijna anderhalf jaar. Zo. En gelukkig. Happy. Heel mooi. Dat is mooi. En jij? Ja, bij mij gaat het ook rustig. Ik ben niet op zoek, maar als het op mijn pad komt, dan komt het op mijn pad. Oh, wat een mooie uitspraak. Heel mooi. Nee. Maar ik heb dus geen relatie. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat voor soorten relaties zijn er eigenlijk? Ja, nou, er zijn dus wel verschillende soorten relaties, zoals een open relatie. Ik heb daar laatst best wel wat over gelezen gewoon. En ja... Vertel. Ja, een open relatie is gewoon een relatie waar je gewoon buiten diegene waar je een relatie mee hebt, ook seks hebt met anderen. Oh, ja, doe jij dat, Maarten? Zeker niet. Zeker niet. Ik ben meer van wat je zou noemen een gesloten relatie. Oh, noem je dat dan zo? Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik noem het nu een gesloten relatie, want wij houden het bij ons tweeën. Mooi gesprek. Inderdaad. Ja, mooi. Ja, nou. Ja, wat ik daarvan vind. Nou, nee. Ja. Zeg jij nou ja? Is dat iets voor nee, jou? Oh. Nee, ik wou... Ja, Bailey, is het niet wat voor jou? Oh, nee. Nou, ik denk het niet. Ik ben meer van gewoon met één persoon en daar blijft het bij. Ja, dat snap ik. Ik zou veel te jaloers worden. Zouden jullie niet te jaloers worden? Ja. Jaloezie is natuurlijk ook iets in een open relatie. Maar ja, je bent toch... Het is toch een open relatie. Wat vinden jullie daarvan? Ja, nou, ik heb daar zelf niet zo'n behoefte aan, hoor. Dat als je met één iemand bent, dat je ook nog met... ik weet niet wat normaal is. Misschien 30 anderen of zo. Ik weet niet. 30. Ja, nou ja, of één iemand erbij, of nou, dan heb je polygame relatie als er één iemand gewoon erbij hebt. 30 andere mensen, dames en heren. Ja, misschien heb je gewoon scharrels. Dan heb je een druk schema, denk ik. 30 mensen is heel veel, ja. Ja, dan moet je wel tijd maken ervoor. Maar ja, in een open relatie, er moeten natuurlijk ook regels zijn. Ja, maar wat... Ja. Ja, inderdaad. Wat voor regels horen bij een open relatie? Van maandag tot vrijdag met de een en van zaterdag zondag met de ander. Ja, en hoe doe je dat dan in het geval van 30 mensen... Bailey. Nou ja, dan wissel je hem gewoon af. Gewoon afwisselen. Elke dag van de maand een andere. Ja, nou dat is toch best prima, hè? Maar was het niet zo met een open relatie dat je met één iemand echt een relatie had? Ja, ik ga er vanuit wel. Een open relatie is gewoon een relatie waar je ook seks met anderen kan hebben. Ja. Maar wat vinden jullie dan bijvoorbeeld van Friends with Benefits? Want ik vind dat dus bijvoorbeeld wel kan. En ook met meerdere mensen. Dat vind ik al een stuk logischer. Tenminste, ik persoonlijk vind dat een stuk logischer dan een open relatie. Want inderdaad. Bij Friends with Benefits ben je nog steeds even vrij. Dan ben je niet echt in een relatie met iemand. Dan hoef je verder geen regels te maken met iemand anders. Maar hoeveel is de max dan? Ja zelf heb ik... Wat zou jij de max vinden? Ja... Ja, sowieso Friends with Benefits is ook niet echt iets voor mij eigenlijk. Nou ja, dus ook niks voor mij eigenlijk. Dus nee. ik heb het niet voorbereid, maar... Maar ja, Sex Buddies en Friends with Benefits. Wat is het verschil? Ja, ik dacht dus dat daar geen verschil tussen zat. Maar blijkbaar wel. Ik dacht dat bij Friends with Benefits, dan ben je vrienden. Dus dan kan je ook gewoon vriendschappelijke dingen doen samen. Knap, dat je maar kan vertalen. Maar met benefits. Ja. Ja. Met voordelen. Ja, dus... Die benefits, dat betekent eigenlijk dat je gewoon lekker seks gaat hebben met je vrienden. Met een sex buddy hebben we het denk ik meer over iemand die je echt alleen maar ziet. Als voor een seksmaatje. Ja, voor de seks. Inderdaad. Ja, maar het is toch ook een buddy? Is toch ook, nou ja, oké. Ja, nou ja, bij Friends with Benefits zijn de voordelen natuurlijk eigenlijk alleen maar op seksueel gebied. Ja. Maar bij een open relatie bestaat er ook iets als een open huwelijk. Oh. Je bent getrouwd met iemand, maar toch... Is het een open relatie? Maar dan heb je na 30 jaar huwelijk gewoon zin in iets anders of zo? Ja, je moet er maar van houden. Nou,
Ik ben zo niet. Ik ook niet. Nee. Zeker niet. Wel, dames en heren, als je in zo'n relatie komt, kan het ook aankomen op seks. En dan wordt het belangrijk, wanneer heb je het? Wanneer ga je seks hebben? Dat is vooral bij de jeugd namelijk nogal een onderwerp. Omdat veel mensen zich tegenwoordig heel erg gepusht voelen om eigenlijk al seks te gaan hebben. En misschien willen ze dat helemaal niet. En dat is gelijk een heel belangrijk ding bij relaties. Of je nou een gesloten, open relatie hebt. Of wat voor soort relatie? Alles wat er tussenin zit of buiten valt. Communicatie. Communicatie is echt heel belangrijk in een goede relatie. Anders dan hou je het niet vol. Dan word je te jaloers op elkaar. Dan ga je dingen doen die de ander niet blij maken. Die jezelf niet blij maken. Nou, goed advies, dokter Lauw. Dus, als je een relatie hebt en je wilt seks hebben samen, bespreek het met elkaar. Bespreek wat jij wil, wat de ander wil en wat goed voelt. Maar jij zegt dit nu wel, maar vind je niet dat dat gewoon op scholen gezegd moet worden? Tijdens seksuele voorlichting bijvoorbeeld. En ik vind dat op school goed uitgelegd moet worden. Omdat die jeugd daar nogal eens wat fouten bij kan maken. En ja dat moet je dus gewoon op school leren. Waar zit je in je jeugd op school? Ik heb dus eigenlijk nog nooit seksuele voorlichting gehad. Je hebt nog nooit seksuele voorlichting gehad? Ik heb nog nooit seksuele voorlichting gehad. Oh, jij wel? Ik wel. Wat heb jij gekregen dan? In de derde klas, denk ik. Of de tweede klas. Dat was de tweede klas. Tijdens biologie. Ja. Gingen wij met z'n allen er even goed voor zitten met de docent. Oeh. En toen werd het belangrijke en spannende onderwerp aangesneden. Maar het ging niet over communicatie. Zeker niet. Nee. Ik vond zelf altijd dat het met seksuele voorlichting veel te veel ging over SOAS. Het ging eigenlijk niet over relaties, over hoe werkt het, over wat doe je, over inderdaad, hoe behoud je je relatie en seks nee, in een gewoon, relatie. Nee, gewoon, man, vrouw en daar komt kind uit. Ja, man, vrouw, kind. En doe het veilig. Ja. Dat vooral. Ja, nou ja, ik heb bij seksuele voorlichting, ik heb dat natuurlijk nog helemaal niet gehad, maar wel bijvoorbeeld bij een biologieles gepraat over voorbehoedsmiddelen. Maar wat versta je onder seksuele voorlichting? Ja, ik wel meer dan dat. Ik vind niet alleen dat het over voorbehoedsmiddelen moet gaan. Nee. Ik vind ook, wat Maarten net zegt, dat het gewoon over van alles moet gaan. En ook over de communicatie inderdaad. Ja. Ja, ik krijg natuurlijk ook wel eens informatie van mijn ouders. Of boeken over seks die in je kast liggen. Daar kan je natuurlijk ook informatie over halen. Maar hoe belangrijk is het dat kinderen ook gewoon op school die lessen krijgen? Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Ja, je gaat voor school om dingen te leren, toch? Ja, zeker om ook te weten dat het oké is om seks te hebben wanneer je er klaar voor bent. Ja. Dat is belangrijk. Eigenlijk ben ik wel benieuwd wat mensen op straat hierover zeggen. Inderdaad, wat zeggen de mensen op straat hierover? De verslaggevers hebben hier een reportage over gemaakt. Dus hier gaan wij nu naar luisteren. Nou, kreeg u ooit seksuele voorlichting op school? Nee, in mijn tijd deden ze dat nog niet. Nou, wat vindt u dat jongeren moeten leren over seksualiteit op school? Dat je duidelijk maakt wat je wel en niet wilt. Even kijken hoor. dat je elkaar moet blijven respecteren. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen. En dan kun je verder uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. En wat nog meer of waarom vindt u dat? Het lijkt me toch wel belangrijk dat je een beetje weet waar je aan begint. Oké, mevrouw zegt dat je het wel over meer dingen moet hebben in de voorlichting. Ja. Dan alleen de voorbehoedsmiddelen, waar wij eigenlijk ook al achter zijn gekomen. Maar de vraag is, begin je vanaf de eerste klas? Of vanaf de tweede, derde, vierde? Wat vinden jullie een normale leeftijd? Ja, Maarten, wat vind jij? Zo vroeg mogelijk. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Nee? Ben je het niet mee eens? Als 12-jarige ben je daar toch helemaal niet mee bezig? Jij wel dan? Nou, ja, kijk. Ik weet dat veel 12-jarige jongetjes zeker wel oog en oor hebben voor dat soort praktijken. Oh, jij spreekt uit ervaring. Dat wil ik niet per se zeggen, maar het verschilt per persoon natuurlijk heel erg. Het verschilt per persoon. Maar er zijn zeker wel 12-jarigen die geïnteresseerd zijn. En misschien ben je nog niet geïnteresseerd, maar dan is het al wel handig om die informatie te krijgen. Maar denk je dan niet van dat het ze een beetje overvalt? Ja. Ik vind het wel heftig hoor. Wat vind jij dan?
Ja, het verschilt per persoon. De een is er eerder klaar voor dan de ander. Maar ja, maar qua voorlichting. Ja, ik denk wel gewoon rond die leeftijd. Want ja, rond die leeftijd gaan veel mensen gewoon de puberteit in. En dan komt het bij de meesten wel aan bod. Ja, oké, maar iets later mag toch ook wel? Ik vind 12 jaar eigenlijk wel geschikt. Ik vind 12 jaar een mooie leeftijd. Ja. Nou, ik zeg 14. Plus, minimaal. 14 plus. Ja? Ja? Nou, ja. Ik was er niet mee bezig. Je hebt niet op je 12e ook zo'n boekje gelezen of nou, op school nee. iets gezien? Nee? Nee? Van je ouders niks gehoord? Nou, ook niet echt. Oh. Kijk. De meningen verschillen. Meningen verschillen. Ja, ja. Ja, mag ook. Volgens mij hebben we lang genoeg gepraat over seksuele voorlichting. Het is tijd voor het Maartenrad. Het Maartenrad? Oh. Het Maartenrad. Een vast rubriekje. Dit zal blijven bij elke podcast. Ik hoop dat iedereen zich erop zal verheugen. Ik verheug me ontzettend. Ik ook. Ja, ik verheug me ontzettend. Nou, ik denk dat het leuk wordt. Neem ons mee. Ik neem jullie mee. We gaan er nu heen. We gaan naar het Maartenrad. Nou, ik ben helemaal benieuwd wat hier nu gaat gebeuren. Hallo. Wat denk jij? Tromgeroffel. Zo, dames en heren. Daar is Maarten, uw host voor de game vandaag. De game. ik heb hier voor mij een heel leuk rad staan, dames en heren. Het rad van Maarten. Hierop hebben wij staan het dilemma, de challenge en een belletje met. Dit zijn de opdrachten die je elke week, elke podcast zal zien terugkomen. Hij klinkt een beetje. Hij klinkt een beetje zo. Een beetje als een rat, zeg maar. Ja, yeah. als gewoon een leuk rat. En nou, hij is er helemaal weg van. Ja. Ik ben er weg van, hè? Ja, ik zit er even naar te kijken. Ik vind hem gewoon zo mooi. Dit is speciaal voor mij gemaakt. Nou, geef er een ijsje aan. Ik ga er even mee draaien. We gaan even kijken wat het vandaag wordt. Oeh, op een haar na een belletje met gemist. Maar vandaag is het dilemma. Het dilemma. Oh. Het dilemma. Het is tijd voor een dilemma, dames en heren. Ik ga snel weer terug naar mijn plek en ik ga jullie bekogelen met dilemma's. Nou, wat heb je voor ons in petto? Ik ben helemaal benieuwd. Can't wait. Zo, dames en heren, ik ben er weer. En ik tover even spontaan wat dilemma's tevoren. Even kijken. Zou jij liever je ouders sekstape zien of dat de ouders jouw sekstape zouden zien? Eww. Oh god. Baby, ik zie jou lastig kijken. Ja. Ik vind het wel een dingetje. Ik vind beide niet fijn. Nee? Eigenlijk. Nee. Maar ik heb dan toch... Ja. Het is moeilijk. Toch liever dat ik die van mijn ouders zie dan. Ja? Ja, ik wil niet dat zij mij zien. Nee? Nou nee, liever niet. Jij wel dan? Nou ja. Kijk. Ja, het is gewoon een beetje... Ja, heel naar dit. Om mijn eigen ouders seks te gaan zien hebben, ik weet niet. Nou, jij bent eruit gekomen. Misschien kunnen ze wat van mij leren, weet je wel. Dan is het nodig dat ze mijn sekstape zien. Maar misschien leer ik wel wat van hun. Dan moet ik hun sekstape zien. Daar zou ik eigenlijk wel even mee aan de tafel moeten met mijn ouders. Wie is er beter? Wie is er beter? Ja, of je kijkt het gewoon van elkaar. Je doet het allebei. Jij vindt het geen dilemma. Nee, nee, nee. Ja, ik vind het zeker wel een dilemma, dames en heren. Maar ik ben in het nauw gedreven. Dat is het. Eigenlijk wil ik geen van beide. Maar als ik zou moeten kiezen... Ja, dan wordt het... Liever die van mijn ouders kijken. Ja, toch? Ja. 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 En jij? Het is echt een hele moeilijke. Ja. Ik denk toch dat zij die van mij zien. Nee. Ik kan mijn ouders niet serieus meer aankijken. Ik zou dat echt niet aankunnen. Ja, maar dan loop jij naar beneden en dan kijken ze je aan en dan... Ja, maar ik heb dat liever dan dat ik hun niet normaal kan aankijken. Nee. Het is echt een moeilijke. Je wilt er eigenlijk liever gewoon niet over nadenken. Nee. Hebben jullie überhaupt wel eens nagedacht? Hebben mijn ouders überhaupt seks? Nee, Maarten, nee. Maar daar willen we ook niet over nadenken. Ik bedoel, hoe oud zijn ze nu? 40, 50? Wat ja, zo, nou iets, die leeftijd. Iets ja. in die trend, die hè? Hebben mensen dan überhaupt nog seks na zo lang getrouwd te zijn, zo lang al met elkaar? Dat vraag ik mij oprecht wel eens af. Hele goede vraag. Ja. Nou ja. Dames en heren. Ja. Laten we snel doorgaan naar het volgende dilemma. Gaan we naar het volgende dilemma? Ja, jullie krijgen een beetje mooie. Nee, ik wil er niet over nadenken. Ongemakkelijk worden jullie hiervan. Snap ik ook. We pakken het door. Even kijken. Zou je liever willen weten wanneer jouw ouders seks hebben of dat je ouders weten wanneer jij seks hebt? Oh, nou dan mogen ze het wel van mij weten. Ja? Ja?
Ja, want het is niet dat ze dan... Dan komen ze ook niet binnen of zo. Dat is een hele goeie. Dat vind ik een hele goeie. Ik ben het met jou eens. Ja, jij hebt mij overgehaald. Dit keer ben ik het met je eens. Nou, het lijkt me zo ongemakkelijk als ze bij je binnenlopen en je ligt daar met je ander of meerdere ligt aan of je een open relatie hebt. Heb ik zo'n dergelijke. Ja, lijkt me gewoon ongemakkelijk. Dus ik zou ook ervoor kiezen dat zij het maar van mij weten. Vind ik een goed voorbeeld. Even kijken, ik heb nog een dilemma. De laatste. Ja, we kunnen nauwelijks meer aan. Het is zo ongemakkelijk ook. Dat is dus wel belangrijk met dit onderwerp, dames en heren. Het moet niet te ongemakkelijk zijn. Ja. Het is ook gewoon iets menselijks, iets dierlijks. Er moet over gepraat kunnen worden. Alleen ja, de seks van je ouders, dat is dan wel echt... Ja, dat is wel een beetje ongemakkelijk. Moet ik ook toegeven. Ja. Even kijken. Als je zou moeten kiezen... Zou je het dan met een bekende waar je geen intieme relatie mee hebt, of met een vreemde doen? Oeh. Wat vind jij? Ik denk... dit is moeilijk. Ja, heb je iemand voor je in je hoofd? Neem ons ook mee. Je maakt het gelijk een stuk lastiger, Bailey. Ja, dat is toch een bekende, hè? Ja, ja. Ja, nee, ik denk toch een vreemde. Ja? Ik denk toch een vreemde, ja. Ik liever bekend dan... Ik zou voor bekend gaan. Als ik zou moeten kiezen voor bekend... Dan, ik weet niet, misschien ben je al een heel stuk meer ingespeeld op elkaar. Ja, inderdaad. Maar om daarna nog diegene normaal aan te kunnen kijken... Klopt, ja, dat met een vreemde loop je er zo voorbij. Ja, dat bedoel ik. Ja, je bent wel meteen fuckbuddies geworden, denk ik. Nee. Friends with benefits, moet ik zeggen. Inderdaad. Als je praat over relaties... Nee, ik denk toch voor een vreemde... Mensen die je kent, nee, die ga je echt niet normaal meer kunnen aankijken. Dus, Ik vind een vreemde ook zo random. Nee, ik zou het niet kunnen. Weer een moeilijke. One-night stands noem je dat toch? Ja, met een vreemde. One-night stands inderdaad. Ja, dan stands. Één keertje. Eén keertje. Trouwens, kan ook met een bekende one-night stand. Ja, kan het met een bekende? Ja. Als het maar gewoon een one-night stand is. Ja, als het maar één keer en klaar. Okay. Dan is het een one-night stand. Okay. Heb ik wat geleerd, dames en heren? Wij leren wat geleerd. Je leert er nog wat van. Condooms. Ja, ik heb er genoeg voor me liggen, dames. Er liggen er daar volgens mij ook nog wat. Hier op de tafel. Condooms. Ja, condooms zijn dus gewoon heel erg belangrijk in het tegengaan van SOA's. Maar ook voor andere dingen. Namelijk het krijgen van een baby die je niet wil. Wat nogal een dingetje is ook. Ja, zeker als je jong bent. Zeker als je jong bent. Hierbij komt wel kijken, dames en heren, dat je de condoom goed om moet doen. Anders is de kans op scheuren groter en dan ben je weer terug bij af. Dan kan je beter maar gewoon dat condoom weglaten. En dat willen we niet. Doe gewoon dat condoom om en doe het goed. Daarom gaan wij, tenminste ga ik even demonstreren hoe dat dan moet. Hoe dat moet, dat weet ik dus even niet meer. Ik heb hier wel een condoom. Ik heb hier toevallig een bijsluiter. Jij hebt een bijsluiter. Zal ik hem voorlezen voor jou? Lees hem voor. We doen het aan de hand van een banaan. We doen het aan de hand... een banaan. Een banaan. Ja. Een banaan hebben we hier. Ik heb een banaan. Nou, pak het condoom en doe hem open aan de bovenkant. Zorg ervoor dat hij het condoom niet raakt. Ik ga ondertussen even mee. Nou, ik zie hier in zo'n sneetje erin zitten. En ondertussen leert Bailey ook meteen hoe je een condoom open doet. Ja, dit is extra glide. Let extra goed op, dames en heren. Want dit doe je misschien in het donker. Dus dan... En met bevende handen en met... Ja, lastig. Dus let goed op, dan kan je het extra goed. En anders ga ook oefenen. Koop een banaan. Haal wat condooms. Ga oefenen. Inderdaad. Ja? Dus pak het condoom voorzichtig uit het zakje. Voorzichtig. En plaats hem om het voorwerp. In dit geval een banaan. Een banaan. Het voor... Ja. In ieder geval. De banaan. Ja. Oh. Maakt het nog uit welke kant boven moet, Emily? Nou, het puntje moet naar boven. Het puntje moet naar boven. Oké. Ja. Kijk, dames en heren. We zien hier een leuk puntje. Een puntje. Die moet naar boven. Okay. Hoe heb jij hem nou? Heb ik hem nou goed? Ja. Jij hebt hem goed? Ja, het moet op een soort hoedje lijken. Ja, dat heb ik toch? Zie je toch? Ja. Een hoedje. Die doen we erop. Nou, Maarten heeft hem net geplaatst en nu rol je hem langzaam naar beneden. Hoe? Nou, met je vingers. Met mijn vingers? Met je vingers. Hij gaat niet naar beneden, Emily. Ja, dan zit hij verkeerd. Weet je wat dat betekent, dames en heren? Dat je hem verkeerd hij om hebt. Hij zit verkeerd om. In dat geval is de kans op scheuren groot. Wat we nu doen, is we pakken het leuke condoom. We draaien ons boven en doen hem weer op onze leuke banaan. Ja? Wat moet ik dan eigenlijk doen? Ik was weer vergeten.
Je rolt hem weer naar beneden. Ik moet hem nu echt naar beneden rollen. Ja, en dan zie je of hij nu wel goed zit. Kijk, dames en heren. Kijk. Nou, dit gaat top. Dit belooft wat te worden. Ja. Veilige seks. Geen soa. Geen babytje. Geen kinderen, geen babytje. Gewoon... Veilige seks. Een beschermde banaan. En onthoud, een condoom is goedkoper dan een kind. Nou, dat heb je eens goed gedaan. Volgens mij is het helemaal glad daar. Het is helemaal glad hier. Ja, ik heb een beschermde banaan. Die banaan gaat niemand meer bevruchten. Die gaat niemand meer bevruchten. Maar... Of eten. En eten. Hoe kom je nou aan een condoom? Leg dat eens uit. Ja, nou Emily. Dit condoom is van de Ethos. Ethos heeft een groot scala aan condooms. Je hebt verschillende merken. Je hebt Ethos huismerken, dat is dit. Je hebt Durex, dat is een hele dure. Dat zeg ik wel alvast erbij. Maar zo zijn er nog genoeg merken. Allemaal vormen, maten, wat je wil. En gewoon in de kruidvat of drogisterij. Overal en ergens kan je ze halen. Ja. En je kan ze trouwens ook, als je niet zo comfortabel bent bij het halen van condooms bij de kassa. Dus ik vind het een beetje ongemakkelijk. Je staat er met het pakken. Ja, hoe kijk je dan naar de cashier? Van, ja, of, ik kom even condooms halen. Ja, wat ga je doen? Ja, ongemakkelijk. Dan kan je ze ook bestellen. Ja, of zelfscan. Ja, of zelfscan. Tegenwoordig bestaat het allemaal. Je kan zelfs anoniem bestellen. Als je helemaal wilt dat niemand, zelfs het bedrijf die ze levert, wil. Als je niet wil weten dat het bedrijf die ze levert ook weet wie hun producten gaat gebruiken, dan kan je ze ook anoniem bestellen. Dat was alweer een aflevering van de podcast Access Next, geproduceerd door de Kuiming Podcast Club. Vergeet niet om deze podcast zoveel mogelijk te delen via alle platformen en vergeet niet om ons te volgen op Instagram en op TikTok. Hopelijk zien jullie de volgende keer weer. Ciao, ciao. Doei.